En links. Ja, daar links. Daar wordt toch ook over gepraat dat hij hier ook naartoe komt? 16 jaar geleden is in Centraal Duitsland, in het Harzgebergte, is een populatie links uitgezet. En vanuit dat gebied spreiden die linksen zich mondjesmaat, zeg maar, door Duitsland uit. En komen ook steeds meer in gebieden als zoals hier in het Bargeveen terecht. Mm-hmm. Hier zou het kunnen gebeuren. Dit soort gebieden zoals Bargeveen in Drenthe zijn potentieel interessant voor de links. Het gaat om de Eurasiatische links. Je kunt ze direct herkennen aan de korte staart met de zwarte punt en pluimpjes aan de oren. Deze beelden zijn gemaakt in Zweden. Ze zijn zeldzaam en schuw en jagen vooral 's nachts op hazen en zelfs op reeën. Daar eten ze meerdere dagen van. Tussendoor bedekken ze die vaak met hooi of stro. Ze zijn niet gevaarlijk voor de mens. Er zijn natuurlijk ook al wel wat geruchten geweest van links in het grensgebied. Bijvoorbeeld in Limburg met de IJssel. Ja. Er waren ook geruchten een paar jaar geleden dat er in Overijssel een links zou zijn geweest. Maar denk je, verwacht je dat die ooit hier wel terechtkomt? Ja, ik denk uiteindelijk komt er wel een keer een linkse grens over lopen. Maar dan wordt het natuurlijk de vraag of hij zich hier kan vestigen. En, en met name ook of hij dan kan voortplanten, want dan heeft hij nog een andere links nodig. Ja. En die moet zijn weg ook naar die ene links weten te vinden. En dat is lastig.